Hallo Wipedus Games, mijn naam is Quinten en vandaag een nieuwe video. Zoals jullie zien, zoals jullie weten had ik Fortnite, en zoals jullie zien speel ik Fortnite. Eerste potje sinds een paar weken. Dus ik ben waarschijnlijk fucking slecht. Het is niet waarom dat ik het fucking leuk vind plots, maar... Ik weet niet. Ik ga het nog een keer proberen. Het is nu ook niet al ja. Het is niet dat ik Fortnite haat dat zo is van ja, kan ik erop echt, ik hoop dat je sterft of zo voor me. Het is meer. Ik kan niet echt in de hype vinden. Het spel is op zich. Sorry voor de voice crack. Het spel is op zich redelijk leuk. Maar de vorige keer ja, flipte ik wel helemaal. En dat was omdat ik aan het rijtje kunnen was, maar oké. Maar ik weet niet, het is like, nu meer zo van. Dus ook ga ik niet veel spelen. Dus het is een van de weinige afleveringen dat jullie gaan zien, maar sowieso upload ik die wel, denk ik. Toen zie je dat ik net uit vet opkom en een bot ga. Kut, ik heb juist een voice crack. Nee, hier krijg je steen van, oké. Shit. Ik ben echt fucking veel vergeten. Nou, ik had hem niet. En ik heb van voren nog niet loot, ben ik net geland, maar... Ik heb dat tankstation eerst geweest en dan gewoon direct doorgelopen naar achter. Oh, nog een trap, nog een trap. Oké. Maar het is dus, al ja... Ik ga altijd naar achter, omdat de cirkel niet hier van achter is, dan moest ik dat... Nu nog maar doen, al ja, dat was fucked up, want cirkel was er dan bijna. En dan ja, dan is dat redelijk kut. We zijn ook altijd boven maken. Pak toch liever dit, ik weet niet. Want ik vind persoonlijk, als je die tactical submachine gun pakt, dan ga je veel, veel rapper je kogels eraan, like, op veel makkelijker. Ja, het is ook logisch waarschijnlijk, maar... Het is wel sterker, maar ja. Nou, ja, fuck it. Ik heb bergen ammo boxes achtergelaten. Ook express waarschijnlijk, maar oké. Sorry, ik doe dit wel standaard. Hier ligt er nog ammo boxes waarschijnlijk. Maar hoe dan ook, al ja, die echt veel tegen Fortnite, maar ja, het is eerder de hype. Omdat iedereen dat speelt en ze denken aan niks anders. En dat is daar redelijk kut, vind ik toch. Iedereen zijn eigen mening natuurlijk. Maar ben misschien een beetje te hard geweest. Maar ja, ik bedoelde het niet zo. Ik heb de video ook verwijderd daarna. Maar ik moest er gewoon even uit, wat ik weet niet. Ja, het is ook niet waar wat ik zei. Ik vind het wel, maar wil het is... Fortnite is geen slechte game of zo, maar... Ik weet niet, soms flip ik er een beetje over, maar ja. Winkelkar trouwens. Ik weet niet of ik daar een video van heb gemaakt, waarschijnlijk niemand is nog maar net uit. En, al ja. Maar weet je of zo, denk ik. Ik weet niet. Ik heb het wel al een week geleden of zo gespeeld, maar Reinoud, hè. Maar... Eén potje, snap je? Heel af en toe speel ik een keer Fortnite met een uit Milan ofzo. Dat is dan echt gewoon voor 2, 3, maximaal 6 potjes. Echt maximaal het 6 potjes dat ik al heb gespeeld ofzo. Valt het jullie op dat ik 5 traps heb? Thank you.
trouwens dat van hem dat ik lang niet heb gespeeld als gisteren moest spelen. Dat ik verzin voor hem. Als ik slecht ben, ze van ja, maar ik heb al lang niet gespeeld. Nee. Ik ben nooit echt goed geweest in Fortnite, dat geef ik even toe. Het beste wat ik ooit heb gedaan in Fortnite. Twee dingen. Dat was echt lucky. Ik heb dat niet op opname, maar toch. Dat was met sniper. Dus één keer had de vijand de sniper en deed ik de flipping sexy. En ging die gewoon over mij, omdat ik de flipping sexy deed. En dat was gewoon, ik dacht echt gewoon, perfect. En de tweede keer was, dat ik de Stairway to Heaven doe, dat was echt, niet omdat ik goed was, maar dat was echt puur lucky. Ik sprong naar beneden, want de storm was daar, ik kon niet anders dan zelf vliegen. Ik deed even een random schot met mijn sniper no-scope en ik had dat mee. En ik dacht echt van, what the fuck. Dat zijn de twee coolste kills dat ik ooit heb gehad. Al ja, of ontwikkeling skills. Ik was echt fucking hyped toen. Ik was echt van, what the fuck. Maar waarom dat ik ook Fortnite speel? Sowieso ga ik dat mega niet meer kunnen halen. Tussen dat ik koop, maar dat ga ik niet doen. Mijn plan was dus, ik wil sowieso de hype nog. Voor als ik dan nog ga spelen, als de hype nog fucking lang duurt. Dan ga ik hem toch... Ja, moet ik erom denken. Van ja, fuck. Had ik die hype maar. De Jubilation kan ik ook kopen. En ik denk dat ik die ook ga kopen, maar ik weet niet zeker. Ik denk dat dat was, is het er. Dat groot hutje is nog niet geloot, dus dat pak ook even. Het komt misschien heel raar aan dat ik deze video plots maak, maar ik weet niet. Ik wil twee dingen naar rond me gaan, dus af en toe heb ik zo echt rage quit moments. Wacht, mijn bakje doe daar. Sorry als je soms dat beeld ziet, maar dat is dus mijn bakje, af en toe heb ik dat alja, eigenlijk redelijk veel belastheid. Mijn bakje ligt nog aan, ik kan praten, maar ik kan geen knopjes meer indrukken. Allee, ik kan zo indrukken, maar ze werken niet. Ja, dan moet ik even de controller weer opnieuw aansluiten, want het is een pro-bakje met kabel. Ja. Soms kan dat wel kut zijn. We gaan eerst zo hoog mogelijk gaan. We hebben launchpad, maar ja, die gaan we even niet gebruiken niet hoor. Het is met shield potions en al die shit. Het is geen blitz normaal, dus. Sowieso heb ik wel blitz gedaan, ik weet niet, maar. Maar echt waar. Ik heb trouwens mijn eigen Discord server. Niemand zit er nog in, dus.
Sorry daarvoor, maar bedankt voor het kijken alleszins. Ja, dat was kut, maar oké. Normaal speel ik al twee potjes, maar het is geen serie ofzo dat ik ga doen. Ik wil dat gewoon even meenemen. En ondertussen kan ik voor de hype gaan, maar ik ga eerst dit kopen. En ja, nu ga ik ook Fortnite afsluiten. Maar als jullie naar mijn Discord server gaan, kan dat. Linkje ga ik proberen in de beschrijving te zetten. Als ik het niet vergeet. Maar dus ja, nog één fucking tier, meen je het. Nog één zo'n klein tiertje. Dat is fucked up. Dat is fucked up. Nou oké. Okay. Hoe dan ook, bedankt voor het kijken. Ik heb ook de 1K special gedaan daarnet. En dat is één van de specials. Die is nog niet geüpload waarschijnlijk. Maar het is één van de specials. En dat is dus eigenlijk dat ik aan Reinhold aan het spam zijn. Op vierkantje dat fucking hard zat te zweten aan Reinhold ook. Ik heb dan op het laatste een foto getrokken van hoe hard ik zat te zweten. En ja, ik heb dat in de video gezet. Dat is alles in. Bedankt voor het kijken. En ja, join mijn Discord server. Tot een keer. Later.